als de jong mystiek van de negende dag? Had Robert uit Australië deze ochtend de anderen gewekt? Na het gebruikelijke ochtendritueel. Had het twaalftal zich even voor 9 uur op deze nieuwe plek weer verzameld rondom de tafel onder het schaduwdoek. Om klokslag 9 uur voegde ook Il Sacho zich bij de groep. Na een korte stilte, waarin hij weer zijn ogen gesloten en zijn handen voor zijn hart gevouwen hield, nam hij het woord. In de schorpioenfase hebben we gisteren de dingen gevoelsmatig diepgaand onderzocht. Vandaag bevinden we ons in het zonneteken boogschutter, die de zoeker is naar waarheid. In de fase van de boogschutter leggen we verbanden tussen het uiterlijk en innerlijk en tussen de materiële en geestelijke wereld. We proberen het waarom van alle dingen te begrijpen door verbanden te leggen, door afzonderlijk en vaak tegengestelde elementen tot één geheel te verbinden. We zijn daarbij vooral gericht op de samenhang die kenmerkend is voor de geestelijke wereld. En niet op de te onderscheiden details die kenmerkend zijn voor de dualiteit van de aarde. Daarom ga ik jullie nu het mysterie van universele waarheid, van de heelheid van alles, van de verbinding tussen het aardse en het hemelse gebeuren onthullen. Besef weer diep dat alles in de kosmos op een natuurlijke wijze deel uitmaakt van het goddelijke plan van de volmaakte ene die nergens niet is. En dat plan leidt het allesomvattende leven waar ons leven in het mensenrijk deel van uitmaakt, op spontane wijze stap voor stap uiteindelijk naar de bewustwording van de universele of goddelijke waarheid, die ons uiteindelijk in staat stelt om goddelijke volmaaktheid te bereiken en zo God te worden. Dus elke ziel is een God in wording. Hier hield Il Sacho weer even stil. Ik wil beginnen met een citaat uit het Evangelie van de Heilige Twaalfen. Een spirituele tekst die eind 19e eeuw opdook. Er wordt van gezegd dat dit boek met mystieke leringen vele eeuwen in een Tibetaans klooster bewaard is gebleven. Het bevat geheime leringen van de gnostische broederschap van de Essenen, waar ook Jezus een tijd lang deel van uitmaakte. Anderen zeggen dat deze tekst de woorden zijn van God, die in dromen en visioenen van de nacht zijn doorgegeven aan Gideon Ousseilei, een in 1835 in Lissabon geboren predikant en hoogontwikkeld mysticus. Hoe het ook zij, voor de mysticus die de tekst leest, is het duidelijk dat de woorden afkomstig zijn van een goddelijke bron. Ik geef jullie nu enkele citaten uit dit apocryfe evangelie. Thomas zei tegen de anderen: wat is waarheid?
Dezelfde dingen doen zich immers aan verschillende mensen op verschillende manieren voor. En zijn zelfs voor dezelfde mens op verschillende tijden anders. Wat is dan waarheid? En terwijl zij daarover spraken, verscheen Jezus in hun midden en zei: de ene en eeuwige waarheid is bij God. Want geen mens, nog een gemeenschap van mensen, weet wat God weet, die alles in allen is. Aan de mens wordt de waarheid geopenbaard, volgens zijn vermogen te ontvangen en te begrijpen. De ene hoogste waarheid heeft namelijk vele kanten. De een ziet alleen de ene kant. Een andere kant, en sommigen zien meer dan anderen. Allemaal afhankelijk van hoe het hun wordt gegeven. Kijk eens naar dit kristal. Hoe het ene licht zich in 12 vlakken openbaart. God geeft u alle waarheid als een ladder met vele sporten tot verlossing en vervolmaking van de ziel. En de waarheid van heden zult gij loslaten voor de hogere waarheid van morgen. Hier eindigde Il Saggio het citaat uit het Evangelie van de heilige 12. Het is onmiskenbaar, ging Il Saggio verder, dat deze verklaring uit dit apocryfe evangelie van de heilige 12 een filosofische en spirituele betekenis heeft. In mijn visie verwijzen deze woorden naar het idee dat de waarheid niet alleen bestaat in één enkel niveau of persoonlijk perspectief, maar in verschillende gelaagdheden of dimensies van bewustzijn. Laten we eens kijken wat hier in deze mystieke tekst wordt gezegd over de waarheid. Er wordt gezegd: de ene en eeuwige waarheid is bij God. En wij spraken hier op Boedeli eerder over God als de volmaakte ene. Giordano Bruno, een Italiaans mysticus en cosmoloog, die leefde van 1548 tot 1600, zei het heel kernachtig. Hij die de ene niet kent, begrijpt eigenlijk helemaal niets. Hij die de ene waarlijk kent, begrijpt eigenlijk alles. En met de ene wordt verwezen naar God als het intelligente, allesomvattende en allesdoorstralende, onbegrensde veld. Dus naar het allesomvattende universum dat alle wijsheid en intelligentie in zich draagt. En dat zowel de zichtbare als de onzichtbare werelden omvat. En dat in zichzelf volmaakt is. En deze goddelijke volmaaktheid van dit veld komt voort uit de werkingen van de universele levenswetten,
die deze onbegrensde heelheid op energieniveau in een volmaakte dynamische harmonie houden. Als we God dus kunnen zien als het allesomvattende intelligente veld, dat zowel de zichtbare aarde als de onzichtbare hemel omvat, dan is de waarheid die bij God is, het allesomvattende intelligente gebeuren binnen dat goddelijke veld. Alles gaat daarbinnen precies zoals de kosmische levenswetten het bepalen. Maar dat allesomvattende gebeuren bestaat uit meerdere niveaus. Dat wil dus zeggen dat de waarheid van God gelaagd is. Ook wordt er gezegd dat de mensenziel deel is van God. Dus ook de mensenziel is gelaagd. De ene en eeuwige waarheid is alleen in God, die alles en allen is. Citeerde Il Saggio weer het apocryfe evangelie van de heilige twaalfen. En deze volledige en allesomvattende goddelijke waarheid van het universum, die ik ook wel God als de volmaakte ene heb genoemd, is dus gelaagd. Je zou kunnen zeggen dat het witte bewustzijnslicht van God gebroken is in 7 gekleurde stralen, ofwel in 7 sferen, met een oplopende trillingsgraad, sferen of ervaringsdimensies die in elkaar genesteld zijn. De regenboog is hiervoor een mooie metafoor. Ook deze ontstaat door de breking van wit licht in 7 kleuren, die een oplopende frequentie hebben van rood tot violet. Maar toch in het witte licht een hogere eenheid blijven vormen. Zoals ik in mijn eerste teaching over het mysterie van schepping heb gezegd, wordt elke ziel geschapen uit het oerveld of scheppingsveld, dat ik ook wel de Vader-Moeder-God noemde. Op dat scheppingsmoment wordt vanuit het oerveld een godsvonk in het centrum van de zojuist ontstane ziel geplant. En op dat eerste bestaansmoment breekt het bewustzijnslicht van God in een spectrum van 7 bewustzijnsgraden. En deze trap met 7 treden herkennen we in elke levensvorm, van immens groot tot uiterst klein, en dus ook in de mens, als de 7 energiecentra of chakras. We bespraken eerder dat op het scheppingsmoment van de ziel uit het oerveld de grote, opklimmende bewustzijnsreis van de ziel door de 7 sferen aanvangt. Gedurende het verblijf binnen 1 van de 7 sferen of rijken, zal in het centrum van de ziel een nieuwe, hogere bewustzijnsgraad ontwaken. Gedurende deze spirituele reis langs de trap met de 7 treden, ontwaakt dus in de ziel, gedurende de vele levens, treden voor treden het bewustzijnspotentieel
in de godsvonk, die de ziel bij zijn ontstaan uit het oerveld meenam en op de hoogste trede aangekomen. Zal de ziel volledig tot bloei zijn gekomen, ofwel zal de ziel zich volledig hebben verwerkelijkt en wordt de goddelijke volmaaktheid bereikt. Ik ga nu weer even terug naar die allesomvattende goddelijke waarheid die gelaagd is, waarover ik zojuist sprak. Daarover zou je nu dus kunnen zeggen dat deze waarheid aan de ziel laag voor laag wordt geopenbaard, naar gelang zijn vermogen om te verstaan en te ontvangen. Dus naar de graad waarop zijn bewustzijn zich geopend heeft. Dus de ziel krijgt trede voor trede toegang tot een steeds hogere ervaringsdimensie. Tot deze op de zevende trede uiteindelijk samenvalt met God als de volmaakte ene. Of anders gezegd, met het ontwaken van alle zeven kleuren of graden van het bewustzijnsspectrum, valt de ziel weer samen met het witte bewustzijnslicht, ofwel met God. Wij zijn dus waarlijk goden in wording, besloot Il Saccio, waarna hij weer even pauzeerde. Maar zolang de mens als ziel nog niet die verheven eindbestemming heeft bereikt, ging hij weer verder, hebben wij nog geen toegang tot al deze dimensies of ervaringsgebieden. En dat komt dus omdat een ervaringsgebied pas kan worden waargenomen en worden beleefd als in ons innerlijk het overeenkomstige energiekolkje als bewustzijnscentrum zich geopend heeft, besloot Il Saccio. Verder staat er in het citaat dat ik eerder noemde, ging Il Saccio weer verder. God geeft alle waarheid als een ladder met vele sporten. Aan de mensenziel wordt de waarheid geopenbaard, volgens zijn vermogen om te ontvangen en te begrijpen. Er wordt verder gezegd: gij zult de waarheid van heden loslaten voor de hogere waarheid van morgen. Hieruit moeten we begrijpen, ging Il Saccio verder, dat elke trillingsfrequentie een bepaald niveau van bewustzijn of energie vertegenwoordigt. En dat elke laag van bewustzijn zijn eigen beperkte waarheid herkent. Dit suggereert dus dat er meerdere niveaus van realiteit zijn, die verschillende waarheden onthullen. Wat waar kan zijn op het ene niveau, kan niet meer waar zijn op een ander, hoger niveau. Wanneer in de ziel, door het proces van verruiming van het bewustzijn, zich een hogere bewustzijnsgraad opent, krijgt de ziel toegang tot een hogere of volmaaktere graad van waarheid.
Op deze wijze maakt de ziel, door de steeds hoger trillende dimensies of ervaringswerelden van het bestaan, de reis naar een steeds hogere vervolmaking. Totdat het bewustzijn in het centrum van de ziel zich op de hoogste, de zevende trede, geheel geopend heeft. Dan zal door de volledig ontwaakte ziel de volle goddelijke waarheid worden ervaren en de hoogste volmaaktheid worden bereikt die van God is. En daarmee valt de ziel weer samen met de Vader, Moeder, God, als zijn oerbron of schepper, die hij ooit verliet om zijn grote bewustwordingsreis door de sferen aan te vangen. Voor de ziel is God als het opperwezen, dus de Alpha en Omega, dus zowel zijn oorsprong als zijn bestemming, ofwel het begin en het einde, besloot Il Saggio. Alle leven verschijnt als een golf, ging Il Saggio verder. Dat wil zeggen dat alles in het aardse leven verschijnt, vervolgens tot bloei komt, dan weer in levenskracht afneemt en tot slot uiteindelijk weer verdwijnt. Leven naar waarheid betekent dus ook het bewust kunnen meestromen met deze golven van leven. Dus God vraagt van ons om elk levensverschijnsel te verwelkomen wanneer deze zich in ons bewustzijn aandient. Er vervolgens van te genieten als deze zich ten volle in ons leven manifesteert en het weer in dankbaarheid los te laten wanneer de tijd gekomen is om er afscheid van te nemen. Ons op deze wijze verzoenen met het volle, levendige leven, dus met alles wat verschijnt en met alles wat weer verdwijnt, is de grootste opgave voor de mensenziel hier op aarde. Hierin ligt de grond van elke worsteling van de mens binnen het duale leven hier op aarde. Dus van het aardse lijden. En dit aardse lijden is bedoeld om wakker te worden uit de zinsbegoocheling van het door de mens zelf met zijn ratio gecreëerde, kunstmatige leven. Om vervolgens bewust te worden van de oorspronkelijke natuurlijkheid van het leven. Dat simpelweg stroomt zoals het stroomt, simpelweg is wat het is. Als aardse mens die nog gevangen zit in de drie aardse ervaringsdimensies zijn we geneigd naar ons toe te trekken en ons vast te klampen aan alles wat ons zint. En we verwerpen en ontkennen alles waar we als persoon geen profijt in zien. Toch vormen beide één onlosmakelijk geheel. We zondigen tegen de heelheid van het leven als we de dag omarmen en de nacht verwerpen, het licht verwelkomen en de duisternis van ons wegduwen.
Het leven zal zich niet storen aan onze identificatie, aan één, en onze verwerping van de andere tegenpol. Het leven bestaat bij de gratie van de dans tussen beide polen en vormt dus een twee-eenheid. De zomer kan niet zonder de winter en de inademing kan niet zonder de uitademing bestaan. De aardse mensenziel is blind voor de volle en veranderlijke waarheid die altijd heel is. Kijkend met onze eigen ogen zien we slechts de persoonlijke waarheid, terwijl we menen de volle waarheid te zien. Ook de Duitse filosoof Schopenhauer verwees hiernaar, onderbrak Joachim zijn leermeester. Hij zei: iedereen houdt de grenzen van zijn eigen gezichtsveld voor de grenzen van de wereld. Inderdaad, zei Il Saccio. Met ons beperkte bewustzijn zijn we slechts gericht op de delen die we kunnen waarnemen en waarmee we ons identificeren, en niet op de heelheid van levende mensen, dingen en situaties. Ook Rumi, de grote mysticus en dichter uit de Soefi-traditie, schreef het gedicht van de olifant, waarmee hij op de heelheid van alle leven doelde, zei Besartha. Wat is een olifant? De kamer is donker. Op de tast voelen we allemaal. De een voelt een slurf. Het lijkt wel een tuinslang. De ander een poot. Nee, het is een pilaar. Een oor, een waaier. Een rug, een troon van leer. Alle voelen we een deel en denken aan het geheel. Wat we nodig hebben is licht om de echte heelheid te zien. Eén enkele kaars volstaat en weg zijn de fragmenten waarna de oorspronkelijke heelheid zich toont. Laten we niet vergeten dat alle leven, dus ook wij, via het hart verbonden zijn met het hart van het universum. En op deze wijze dus met elkaar verbonden zijn. Niets staat op zichzelf. Daarom spreek ik steeds over God als de volmaakte ene die alles omvat. Dus waar ook wij deel van zijn, besloot Il Saccio. U vertelde eerder dat de allesomvattende werkelijkheid, of de ultieme waarheid, gelaagd is. Kunt u mij duidelijk maken hoe ik kan kennismaken met die gelaagdheid van de ultieme realiteit? Vroeg Besartha uit Albanië haar leermeester. Maar natuurlijk, reageerde Il Saccio. Het is zo dat elke ziel, wanneer deze voor de eerste keer de aardse sfeer betreedt, in de laagst trillende levenssfeer begint om zijn bewustzijnspotentieel te laten ontwaken. Binnen deze sfeer zal de ziel zijn eerste bewustzijnsgraad tot leven wekken. En dat is het bewustzijn van een levend aards wezen te zijn,
Dus het vegetatieve bewustzijn, dat hoort bij de bewoners van het plantenrijk. Dus stel je eens voor dat jij als prille ziel gedurende je eerste aardse levens een bewoner was van het plantenrijk. Binnen dat laagst trillende aardse rijk ontwaakt het bewustzijn van de eerste sport van de bewustzijnsladder in jouw wervelkolom, die dus in totaal 7 treden heeft. Vanuit die laagste bewustzijnsgraad kon jij als ziel slechts de laagste dimensie van de werkelijkheid, ofwel van de volle waarheid van het leven, ervaren. Dat wil niet zeggen dat er niet meer was om te ervaren, maar daar had jij met jouw vegetatieve bewustzijn gewoon nog geen toegang toe. Als plant kende je nog niet de emoties van het dierenrijk. En ook de menselijke denkvermogen was nog niet in jou tot ontwikkeling gekomen. Als plant was je slechts verbonden met de relatief laag trillende ervaringsdimensie van het plantenrijk. Met jouw vegetatieve bewustzijn had je slechts besef van de dynamiek van het leven. En daar maakte jij gebruik van om te overleven. Vanuit je vegetatieve bewustzijn had jij als plantenziel er een primitief besef van hoe je de fotosynthese, water en kooldioxide, onder invloed van de energie van het zonlicht, kon omzetten in zuurstof en glucose. En deze glucose maakte het voor jou mogelijk om te overleven en te groeien. Dit alles viel binnen het bereik van jouw waarheidsdimensie, jouw ervaringsdimensie. En toen jij als ziel binnen deze sfeer, gedurende vele aardse levens, de hoogste levensvorm van het plantenrijk had bereikt, had zich in jou als ziel ook de aanleg gevormd van de laagste van jouw latere 3 hersenfuncties, namelijk de hersenstam. Deze laagste hersenfunctie is gericht op overleven, voortplanten en spontane reflectie. En toen deze geestelijke vermogens in jouw bewustzijn zich hadden geïntegreerd, betrad jij als ziel in het eerstvolgende aardse leven het tweede aardse rijk. En dat is het dierenrijk. En beklom jij als ziel gedurende vele levens, ook in dit tweede aardse rijk, van het meest primitieve tot de hoogst ontwikkelde diersoort. En langs die weg ontwaakte binnen dit tweede aardse rijk in jou als ziel het tweede bewustzijnscentrum. En dat is het bewustzijn een voelend aards wezen te zijn. Wat het animale bewustzijn is dat in het dierenrijk domineert. En met dat bewustzijn opende zich voor jou de tweede waarheidsdimensie, namelijk die van het aardse gevoelsleven en de emoties, waar jij als plant nog geen toegang toe had, maar er wel gewoon al was. En toen het tweede bewustzijnscentrum in jou als ziel zich binnen dit tweede aardse rijk in voldoende mate geopend had, had jij in jouw ziel, in jou als ziel, ook de aanleg gevormd van de middelste van jouw latere 3 hersenfuncties, namelijk het zoogdierenbrein.
deze middelste hersenfunctie, stelt de mens in staat om alle emoties en zintuigelijke informatie te scannen. Zoals plezier, seks, sociale contacten. Toen kwam het moment dat jij als ziel bij de eerstvolgende incarnatie als mens werd belichaamd. En binnen dat aardse mensenrijk zal binnen jou als ziel het derde bewustzijnscentrum zich stap voor stap openen of tot leven worden geroepen. En dat is het bewustzijn, een denkend aards wezen of ego te zijn. Zo kon binnen dit derde aardse rijk, dus in het mensenrijk, in jouw bewustzijn de aanleg worden gevormd van de hoogste van jouw drie menselijke hersenfuncties, namelijk van de neocortex, die het mentale functioneren faciliteert. Door dit menselijke denkvermogen kon het zelfbewustzijn of ego en het mentaal reflecteren in jou als ziel tot ontwikkeling komen. Door dit weer hoger trillende bewustzijn kreeg je toegang tot de derde waarheidsdimensie van de aarde. Namelijk tot het lagere mentale gebied van het mensenrijk, dat jij met jouw menselijke denkvermogen begrijpen en beredeneren kon. Dus samengevat kun je zeggen dat binnen het plantenrijk jouw overlevingsbewustzijn van de eerste treden in je ziel werd aangelegd. Dat binnen het dierenrijk de kiem van jouw gevoels en emotionele bewustzijn van de tweede trede werd aangelegd. En dat binnen het mensenrijk jouw denkbewustzijn van de derde trede ontwaken kon. En ook hier pauzeerde Il Saggio weer even. Dus steeds als het bewustzijn zich op een hogere trede een graad opent, ging hij weer verder. Wordt daardoor binnen de goddelijke waarheid, die alles omvat en overal is, voor de zich ontwikkelende ziel een nieuwe laag of waarheidsdimensie ontsloten. Dus een plant heeft nog geen toegang tot de waarheidsdimensie die voor het dier zijn thuis is. Terwijl de plant wel gewoon binnen die ervaringsdimensie van het dier leeft. En ook het dier heeft nog geen toegang tot de ervaringsdimensie van de mens. Terwijl het dier wel in dezelfde waarheidsdimensie of realiteit leeft. Zoals we hiervoor zagen, geven de drie bewustzijnstreden die in de aardse mens zijn ontwaakt toegang tot de drie rijken of sferen van de ons zo vertrouwde zichtbare aardse werkelijkheid. Maar daar houdt de waarheid niet mee op. Binnen de onzichtbare geestelijke wereld zijn namelijk nog hoger trillende ervaringswerelden te onderscheiden. En die subtiele waarheden, binnen die hoger trillende sferen, zijn slechts toegankelijk voor hoger ontwikkelde zielen die op de vierde en hogere treden zijn ontwaakt. Dit doet me denken aan het slotlied, het heilige slotlied dat ik van mijn Lakota-vriend leerde.
Vindt u het goed dat ik het hier met jullie deel? Vroeg Thomas uit Kentucky aan Il Sacho. Maar natuurlijk, Thomas, ga je gang. Het heilige slotlied gaat als volgt. In het allereerste begin van mijn bestaan was mijn leven dat van een kruid. Ik leefde in de wereld van het kruid en de planten en de bomen en de wortels. Maar dat leven is verdwenen. Toen was mijn leven dat van de buffel. Ik leefde van het door de buffels gevoede leven. Voor kleding, voor warmte in de winter en de lente. Maar ook dat leven is voorbij. Maar in ceremonies, in gebeden, is mijn leven nog wel dat van de buffel. Echter als mensenziel ben ik onderweg om een god te worden. En vanuit deze hogere volmaaktheid wil ik een gids zijn voor de mensen die nog dolende zijn. Dit is een hele passende tekst, Thomas. Bedankt dat je dit met ons wilde delen. En ook nu hield Il Sacho weer even stil. Ook met deze beklimming binnen het aardse mensenrijk zijn dus weer vele aardse levens als mens gemoeid, ging hij weer verder. En als je nu om je heen kijkt en je zou met een geestelijke bril naar al die mensenzielen kunnen kijken, dan zou je opmerken dat elke ziel binnen dit mensenrijk een bepaalde bewustzijnsgraad heeft bereikt. De populatie aan mensenzielen die hier op aarde leeft, varieert van zogenaamde jonge zielen tot zeer oude zielen. In de geest van de jonge zielen heeft het menselijke denkbewustzijn zich nog slechts pril ontwikkeld en is het begripsvermogen nog beperkt. En dat komt doordat deze zielen nog betrekkelijk korte tijd binnen deze menselijke ervaringswereld van de derde dimensie hebben vertoefd. Ze hebben nog niet alle mogelijke menselijke ervaringen kunnen omzetten tot inzicht of bewustzijnslicht. De oudere mensenzielen daarentegen hebben al vele levens de gelegenheid gehad om binnen deze derde aardse dimensie door ervaringen hun bewustzijnspotentieel tot ontwaken te brengen tot een hogere graad. Deze volkomen natuurlijke bewustwordingsreis van de ziel door de sferen houdt dus niet op bij de derde trede van de aardse sfeer, maar gaat verder. Want als het ego-bewustzijn van de derde trede in de mensenziel volledig tot ontwaken is gebracht, gaat de mens in zijn innerlijk voelen dat de ego-status niet meer voldoet. En daarmee groeit een verlangen om op de trap met de zeven bewustzijnstreden verder te klimmen. Dan lonkt de vierde bewustzijnstrede. En dat is de trede van het eenheidsbewustzijn of het hartbewustzijn. En zoals eerder gezegd, vormt deze middelste van de zeven treden de overgang of poort tussen de drie laagtrillende ervaringswerelden van de aarde als zichtbare materiële wereld,
die ik zojuist besprak, en de drie hoger trillende rijken van de onzichtbare geestelijke wereld of hemel. Hiervoor sprak ik over de zeven treden van bewustzijn, die binnen de wervelkolom van elke ziel op ontwaken wachten. Wanneer de mensenziel op de vierde trede van het hartbewustzijn door de sluier spreekt, wordt de ziel uitgenodigd om zijn reis door de drie hogere sferen van de geestelijke wereld voort te zetten. De dichter en Soefi-mysticus Rumi, die in de 13e eeuw in Turkije leefde, brengt deze reis van de ziel heel mooi onder woorden in het volgende gedicht. Ik als ziel stierf als mineraal en werd een plant. Ik stierf als plant en herrees als dier. Ik stierf ook als dier om mens te worden. Waarom zou ik bang zijn voor de dood, als ik er nooit iets door verloor, doch er enkel door won? Mijn volgende stap zal zijn dat ik mij als ziel verhef naar de staat van engel. Maar ook als engel zal ik sterven, om te ontwaken in een staat die alle bevatting te boven gaat. Want naar hem, als mijn oorsprong, keer ik weer terug. Hier pauzeerde Il Saccio weer even. Wanneer ik op de 11e dag het mysterie van transformatie met jullie bespreek, ging hij weer verder. Zal ik het bewustwordingsproces van de mens langs de trap met de zeven treden verder toelichten? Deze grote zielenreis door de zeven sferen of ervaringsdimensies neemt vele grote levenscycli in beslag, waarin de reis door de aardse rijken steeds wordt afgewisseld met de reis door de hemelse sferen. En daardoor krijgt de opklimmende reis van de ziel de vorm van een spiraal. Gedurende die grote reis roept de ziel dus stap voor stap zijn bewustzijnspotentieel wakker, dat dus bij zijn geestelijke conceptie uit de oerbron als godsvonk of kiem in zijn centrum werd geplant. Il Saccio keerde zich naar Bersarta. Zo kun je zien dat de waarheid gelaagd is en dat tijdens de geestelijke of bewustzijnsgroei van jou als ziel, op elke hogere bewustzijnstrede die je bereikt, een ruimer inzicht in de ultieme waarheid ontstaat. Totdat bij het bereiken van de zevende bewustzijnsgraad op de zevende trede alle ervaringsdimensies, ofwel alle waarheidslagen van de ultieme waarheid van God zijn ontsloten. Dan heb jij als mensenziel, na jouw lange reis gedurende je vele levens door de sferen, je goddelijke bestemming bereikt. Hier pauzeerde Il Saccio even en keek naar Bersarta, of hiermee haar vraag was beantwoord. Bersarta knikte instemmend en bedankte haar leermeester voor deze uitleg.
tijdens onze bewustzijnsgroei, ging Il Saggio weer verder. Leren we dus steeds een hogere laag van de ultieme waarheid kennen. En daarmee verwerven we ook een hogere graad van vrijheid. Maar met elke hogere bewustzijnsgraad groeien we ook een stap in de richting van het ultieme inzicht. In de aard van de zowel zichtbare als onzichtbare werkelijkheid. En daarmee groeien we naar ultieme of goddelijke volmaaktheid. Dat is de verheven bestemming van de mensenziel, die op de zevende trede wordt bereikt. Met het ontwaken van dat godsbewustzijn in de mensenziel, vallen we dan samen met God als de volmaakte ene. En daarmee hebben we op deze hoogste trede als mensenziel onze meest verheven bewustzijnsstaat bereikt. Maar zolang we deze goddelijke bestemming in ons innerlijk nog niet hebben gerealiseerd, zal elke waarheidslaag of ervaringsdimensie van de realiteit, die zich voor ons bewustzijn nog niet ontsloten heeft, ons in beperkingen en problemen gevangen houden. Want zolang we het ultieme inzicht in de aard van de werkelijkheid, dus de volle waarheid van het allesomvattende leven, nog niet hebben leren kennen, zullen we er ook nog niet naar kunnen leven. En zonder dat we ons dat bewustzijn, zullen we zondigen tegen de ultieme waarheid van God en dus lijden ervaren. Zolang we met ons beperkte bewustzijn nog geen toegang hebben tot de onzichtbare geestelijke sferen, zullen we de daar heersende wetmatigheden nog niet kennen. En door deze onwetendheid zullen we, zonder dat we ons dat bewustzijn, zondigen tegen de wetten die daar heersen. Waardoor we steeds opnieuw in aardse problemen verstrikt raken en dus aards lijden ervaren. Denk weer even aan de metafoor die Bruce Utter, die ik een paar dagen geleden citeerde. Proberen te leven zonder de universele wetten te begrijpen is te vergelijken met het proberen auto te rijden zonder de verkeersregels te kennen. De resultaten kunnen rampzalig zijn. Ondanks het feit dat je je waarschijnlijk enorm inspant om goed te rijden. Net zo kun je, wanneer je de werking van de universele wetten in je leven niet bewust bent en begrijpt, in de problemen raken of in chaos, pijn en verwarring. Zonder in te zien wat daar de grond van is. Met het nieuwe inzicht, wat wordt verkregen met het groeien naar een hogere bewustzijnsgraad, zal ons lijden verminderen. Zullen we ons vrijer voelen? Omdat de onwetendheid weer een graad is geslonken en we de realiteit completer kunnen waarnemen. En als we alle conditioneringen hebben losgelaten, zullen we uiteindelijk in dat wat is, de ultieme waarheid ervaren. Dan zijn we werkelijk vrij. Hier hield Il Saggio langere tijd stil.
We gaan de weg van het hart geleidelijk leren kennen. Wanneer in ons vierde energiekolkje de vierde graad van het hartbewustzijn is ontsloten. En bij het volgen van de weg van het hart langs de trap met de zeven treden, is het van groot belang dat we stap voor stap leren de volle waarheid van een situatie waar te nemen. Dus niet slechts te zien wat we denken dat iets is, want dat is het perspectief van de derde bewustzijnstrede, dus van het ego-bewustzijn. Vanuit het ontwaakte hartbewustzijn van de vierde trede gaan we zien wat iets in zijn volheid waarlijk is. Dit is van groot belang bijvoorbeeld bij het oplossen van een levensdilemma in ons dagelijks leven. Dus bij het zoeken naar wat in een concrete situatie echte wijsheid is, is dit vermogen om de volle waarheid te kunnen zien van cruciale betekenis. Ik zei al eerder dat een waar levensdilemma nooit kan worden opgelost via slechts de weg van het hoofd. Want bij deze weg plaatst de waarnemer zich als ego of persoon buiten of tegenover de situatie of de kwestie. Dan kijkt de waarnemer dus vanuit het beperkte gezichtspunt dat verbonden is met het eigen belang. En door deze beperkte blik kan nooit een inzicht in de volheid of heelheid van een situatie of kwestie worden verkregen. Waardoor ook de conclusie onvermijdelijk fragmentarisch of beperkt zal zijn. We hebben dus gezien dat de weg van het hart geen gebruik maakt van het analyserende of opsplitsende denken van het ego, maar van de integrerende intuïtie via het hart. Dit houdt in dat deze weg om tot een diep inzicht te komen zich niet vanuit een beperkt gezichtspunt richt op losse delen of fragmenten of een persoonlijk belang, maar op zogenaamde heelheden. Ook heb ik erop gewezen dat het niet bij de weg van het hart hoort om meningen of oordelen te geven. Dus de kennis, meningen of overtuigingen uit het hoofd naar buiten te brengen en te projecteren op mensen en situaties waar we mee te maken krijgen. Het gaat er dus niet om wat jij van de situatie, kwestie of mens vindt, maar om juist vanuit de neutraliteit en helderheid van het hart oordeelloos open te staan voor wat de heelheid van de levende situatie jou te zeggen heeft. Dus wat daaruit spreekt. Dus als het hart ontvankelijk is, komt de hogere kennis naar je toe. In plaats van dat jij jouw persoonlijke mening naar buiten toe ventileert. Dus op de mens of de situatie plakt, besloot Il Saggio. Stel je voor dat het leven jou plaatst voor het volgende dilemma, begon Il Saggio weer. Stel, je hebt te horen gekregen dat jij een levensbedreigende ziekte hebt en een hele agressieve behandeling met medicatie moet ondergaan,
om de ziekte onder controle te krijgen. De behandeling heeft hele nare bijwerkingen. Maar de medicatie afslaan zou onvermijdelijk vroeg of laat leiden tot de dood. Er is in jou nog een grote levenslust. Maar de kwaliteit van leven wordt heel negatief beïnvloed door de behandeling. En dan, als de behandeling echt heel belastend wordt, komt er een moment waarop de vraag zich aan jou opdringt wat te doen. Doorgaan met de behandeling, met alle nare gevolgen van dien, maar wel met een perspectief om wat langer in leven te blijven. Of de behandeling te stoppen, waardoor de kwaliteit van leven weer zal toenemen, maar met het onvermijdelijke vooruitzicht om binnen afzienbare tijd te sterven. Dit is een waar levensdilemma. Laten we er nu van uitgaan dat jouw hart zich geopend heeft. Dus dat in jou een eenheidsbewustzijn is ontwaakt. Jij weet dan dat jij met je rationele denken niet uit dit dilemma komt. Wat staat jou nu wel te doen om uit dit grote levensdilemma te komen? Je weet dat het weinig zinvol is om jouw oordeel te laten afhangen van goed bedoelde adviezen van anderen in je omgeving. Omdat het antwoord op jouw levensdilemma dan uit het hoofd van een ander komt en gebaseerd is op een rationele afweging van een ander. Of uit angsten die in de ander leven. Om tot een wijs antwoord te komen, is het in zo'n situatie raadzaam om de weg van het hart te volgen. Je weet dat het voor deze weg cruciaal is om van de volheid of heelheid van de situatie uit te gaan. Niet van losse aspecten, feiten, overtuigingen en emoties van jezelf of van anderen. Want die horen bij de weg van het hoofd. Dat gericht is op het kiezen tussen dit of dat. Dus op de dualiteit. Niet op de heelheid of waarheid van dat wat is. Om een diep inzicht te krijgen in de volheid van een levende situatie, zou je kunnen overwegen om op papier een soort mindmap te maken. Dit is een hulpmiddel waarmee je de levende situatie tot een heelheid maakt. Zet in dat geval midden op een groot vel papier in enkele woorden het dilemma. Bijvoorbeeld, wat is wijs? Of wat staat me eigenlijk te doen? Moet ik kiezen voor de beperkingen en grote ongemakken van de behandeling? Met het perspectief op een wat langer leven? Of moet ik me verzoenen met waarschijnlijk een korter aards bestaan? Maar dan wel met een grotere kwaliteit van leven? Geef vervolgens alle aspecten die met jouw dilemma te maken hebben in steekwoorden ergens op het papier intuïtief een juiste plek. Gebruik eventueel relatielijntjes, grote en kleine of dikke en vette letters. Afhankelijk van een minder of juist een sterke invloed op het levensvraagstuk dat in het midden staat.
Ook kun je daarbij kleuren gebruiken. In deze stap gaat het alleen om het inventariseren van factoren die een invloed hebben en ook van partijen die betrokken zijn bij het vraagstuk. Maar ook gaat het om de externe invloeden en zelfs ook alle voorafgaande ontwikkelingen die tot het ontstaan van het vraagstuk hebben geleid. Al deze factoren, zowel in ruimte als in tijd, vormen de heelheid van het vraagstuk of dilemma. Er komt dan een moment waarop je duidelijk voelt dat alles wat met het dilemma te maken heeft, wel een plek op deze mindmap heeft gekregen. En als je zover bent, gaat het erom dat deze door jou gevisualiseerde heelheid zijn verhaal gaat vertellen. Want in die heelheid is niet alleen de complexiteit van het vraagstuk weergegeven, maar in deze heelheid zit ook al het wijze antwoord verborgen over wat je nu te doen staat. Waak ervoor dat het rationele denken zich in deze stap zich ermee wil gaan mengen. Echte wijsheid komt uit het hart, niet uit het hoofd. Nogmaals. Besef dat het antwoord op het dilemma al in deze volheid van aspecten besloten ligt. Het gaat er nu om dat dit verborgen antwoord zich vanuit de volheid van de mindmap aan jou gaat openbaren. Plaats daarom het palet van de volledige situatie nu voor je en stel je open om de situatie als levende heelheid via je hart in te voelen. Dus tot je hart te laten spreken. Maar nogmaals, zonder er gedachten over te vormen. Kijkend naar de mindmap, stel je nu de volgende vraag. Alles overziende, wat is nu wijs om te doen? Of, alles overziende, wat spreekt hier nu uit? Nogmaals, stel je hart open voor een antwoord dat zich uit de heelheid van het palet aan jou wil openbaren. Met andere woorden, luister met je hartsgevoel naar de innerlijke stem die in je hart tot je spreekt. Forceer geen antwoord met je hoofd. Dwing niets af, maar wacht geduldig tot het antwoord zich ontwijfelbaar aan jou gaat openbaren. Een waarlijk inzicht in elke levenskwestie kan op deze wijze worden verkregen. Universele wijsheid is universeel, omdat het niet gebaseerd is op persoonlijke overtuigingen of emoties. Maar zoals uit het genoemde voorbeeld blijkt, wil het niet zeggen dat universele wijsheid altijd objectief is in de gebruikelijke zin. Het antwoord op de eerder genoemde levensvraag is heel individueel, dus in feite subjectief. Het kan zich alleen in het eigen hart als waarheid openbaren en zal in veel gevallen voor iedereen anders zijn.
maar universele wijsheid. Hoeft niet alleen betrekking te hebben op persoonlijke levensvragen. Universele wijsheid kan ook betrekking hebben op vragen die te maken hebben met kosmische processen en waarheden over de onzichtbare geestelijke wereld. Ook antwoorden op vragen als: wat is de ware aard van de dood? Of bestaat er zoiets als een hemel? Of wie of wat is God? Kunnen zich via de weg van het hart aan jou gaan openbaren. Maar deze antwoorden zijn uiteraard niet subjectief, maar objectief, echter niet bewijsbaar. Omdat ze intuïtief worden aangevoeld en niet het gevolg zijn van een rationele beredenering. Het kenmerk van de weg van het hart is dat de wijsheid die zich op deze wijze openbaart niet gebaseerd is op fragmenten, aspecten of specifieke denkbeelden, maar op heelheden. En het kenmerk is ook dat deze wijsheid niet door het rationele hoofd wordt geproduceerd, maar door het ontvankelijke hart, intuïtief, voelend, wordt gehoord. Kortom, persoonlijke waarheid komt uit het kennende hoofd. En universele waarheid komt uit het wetende hart. En met deze woorden sloot Il Saggio zijn teaching over het mysterie van universele waarheid af. Ik vertelde jullie eerder, begon Robert, dat ik naar India ben gereisd, omdat ik gefascineerd was geraakt door de mystieke leer van Ramana Maharshi in de ashram die hij tijdens zijn leven heeft gesticht, heb ik mij verdiept in de directe mystieke weg van non-dualiteit, ofwel van Advaita Vedanta. Advaita betekent niet tweeheid. En Vedanta is samengesteld uit twee Sanskriet woorden. Veda, wat kennis of we kennen betekent. En anta, wat uiteinde of doel betekent. Advaita Vedanta kan dus worden gezien als een mystieke weg van de Hindoes, die leidt tot het overstijgen van de dualiteiten en zo tot het ontwaken in de eenheid van het ware zelf en in de natuurlijke staat van het bestaan. De filosofie van Advaita Vedanta is afgeleid van de Upanishads. Dat zijn oude hindoeïstische filosofische teksten. En werd verder ontwikkeld door de filosoof Adi Shankara in de 8e eeuw. Volgens Advaita Vedanta
is de ultieme werkelijkheid, Brahman. Een vormloos en oneindig bewustzijn dat alles in het universum omvat. Il Saccio noemt dit steeds God als de volmaakte ene. Advaita Vedanta leert dat Brahman het enige ware bestaan is en dat alle andere vormen van werkelijkheid, inclusief het lagere zelf of ego en de materiële wereld waarin wij leven, uiteindelijk illusies of maya zijn. Dit alles zijn constructies van het rationele denken en dus niet het ware. Dit houdt dus in dat de werkelijkheid die wij vanuit ons ego zien en ervaren een illusie is, omdat we die zelf met ons lagere aardse bewustzijn hebben gecreëerd. Als aardsmens hebben we namelijk de neiging om vast te houden aan onze individuele identiteit en ervaren daardoor een scheiding tussen onszelf en de wereld om ons heen. Deze scheiding bestaat niet echt, maar we zijn gaan geloven dat deze echt is. Het feit dat we ons afgescheiden ervaren van alles en iedereen om ons heen, wordt veroorzaakt door de sluiers van onwetendheid. Dus zolang zich slechts de drie aardse bewustzijnsgraden in onze ziel geopend hebben, leven we, zonder het te weten, in een denkbeeldige werkelijkheid die we zelf vanuit ons ego of schijnzelf hebben geschapen. Om te ontwaken op de vierde bewustzijnstrede, van het hartbewustzijn waar ons ware zelf zetelt, vraagt het leven van ons om het ego te ontmaskeren als ons schijnzelf. Advaita Vedanta moedigt mensen aan om de vraag: wie ben ik? Te onderzoeken en diep in zichzelf te zoeken naar het ware zelf. Dus te zoeken naar het zelfgevoel voorbij de gedachte over wie je meent te zijn. Dus voorbij het rationele denken van het ego op de derde bewustzijnstrede. In Advaita Vedanta is dus het doel dat de mens zijn ego als onwaar zelf op de derde trede doorziet, om vervolgens op de vierde bewustzijnstrede zijn ware aard te ervaren. En zo bevrijding of moksha te bereiken uit de cyclus van geboorte en dood. Het ontdekken van je ware natuur kan worden bereikt door zelfrealisatie en het begrip dat de essentie van de mens, dus zijn ware zelf, wat door de Hindoes Atman wordt genoemd, niet afgescheiden is van Brahman. Dus volgens de Upanishad is de ware natuur en de ware natuur van het bestaan in feite één en hetzelfde. In de Chandogya Upanishad staat een dialoog tussen Svetaketu en zijn wijze vader, waarin de zoon wordt afgeschilderd als een gretige leerling die op zoek is naar wijsheid en begrip over de ware aard van de werkelijkheid en zijn eigen ware aard.
De vader zegt tegen de zoon het volgende. Zoals de rivieren naar het oosten en het westen stromen, samenvloeien in de zee en er één mee worden, vergetend dat het afzonderlijke rivieren waren, zo verliezen alle schepselen hun afgescheidenheid wanneer ze uiteindelijk opgaan in het pure zijn van Brahman. Er is niets dat niet van hem komt. Van alles is hij het diepste zelf. Hij is de ultieme waarheid. Hij is het allerhoogste zelf. Mijn lieve zoon, dat is ook jouw hoogste natuur. Er is geen scheiding tussen jouzelf en dit allerhoogste zelf. Dus jij bent dat. Advaita Vedanta benadrukt het belang van kennis, dat jnana wordt genoemd, en de directe ervaring, dat wordt aangeduid met anubhava. Om de illusie van dualiteit te overstijgen en je eigen ware aard of ware zelf te realiseren. Het legt daartoe de nadruk op praktijken zoals meditatie, zelfonderzoek en onthechting van de materiële wereld om spirituele bevrijding te bereiken. Besloot Robert. Over het algemeen leert Advaita Vedanta, ging Robert weer verder, dat alle individuele wezens in hun diepste aard goddelijk zijn. En dat hun ware aard dezelfde is als de ultieme realiteit die Brahman wordt genoemd. Door deze ultieme waarheid te beseffen, kan de mens eenheid, vrede en bevrijding van het cyclus van lijden bereiken. Dus de mystieke traditie van Advaita Vedanta moedigt de mens aan om eenheid te bereiken met het universele, ofwel onpersoonlijke en onbegrensde bewustzijn van het allesomvattende leven, ofwel van God, die Brahman wordt genoemd. En de weg waarlangs dit kan worden bereikt, richt zich op het ontdekken van de universele waarheid, ofwel de ultieme realiteit, die dus Brahman heet. En vervolgens te leven vanuit dat diepe besef van wie je in diepste wezen bent. En wat het leven in diepste wezen is. Ramana Maharshi zegt over de absolute waarheid het volgende. Men zegt dat God wordt bereikt wanneer de ziel wordt bevrijd uit zijn gebondenheid. Zoals een rijstkorrel uit het vlies dat er omheen zit. Maar al het gepraat over vrijheid en gebondenheid is slechts een idee van het beperkte menselijke denken, dat uiteindelijk voortkomt uit het zelf. Schepping, vernietiging, gebondenheid en hunkering naar bevrijding zijn slechts woorden. Als dat wordt ingezien, blijft alleen woordeloze waarheid over,
die intuïtief ervaren wordt. Om diepe vrede te ervaren, moet elk gevoel van denken en doen wegvallen. Dus niet meer geloven in de gedachte dat je een autonoom handelend ik bent. Dus als door zelfonderzoek de identificatie met de persoon die je meent te zijn en het lichaam uitdooft, verdwijnen alle waan, angst en verwarring. En blijft zuiver zijn in het hart over. Zijn dat zich van zichzelf bewust is. Dan is er slechts de woordeloze absolute waarheid van wie jij bent. Die samenvalt met de absolute waarheid van dat wat is. Dan is er de realisatie dat jij één bent met alles. Dan valt Atman samen met Brahman. Kortom, Advaita Vedanta benadert de universele of absolute waarheid, dus op een non-dualistische manier. Volgens deze filosofie is er één ultieme waarheid die alles doordringt en fundamenteel is voor het hele universum. En deze waarheid wordt Brahman genoemd. En het is een alomtegenwoordig, bewust en eeuwig principe. Besloot Robert. Ook nu sprak Il Sacho lovende woorden in de richting van Robert, waarna hij het gesprek weer overnam. Ook ik wil na deze negende teaching over het mysterie van universele waarheid weer graag naar jullie toe een zegening uitspreken, zei Il Sacho. Vanuit dit zonneteken, boogschutter, plant ik de levensmissie in je ziel om de mensen te laten lachen. Want te midden van hun onwetendheid en wanbegrip, met betrekking tot het goddelijke plan, worden ze bitter. Door middel van humor zal je de mensen hoop geven en hun zwaarte en verwarring verlichten. En door de hoop op een goede toekomst zullen ze weer naar God gaan opzien. Je zult veel menselijke levens beroeren, al is het maar voor een enkel moment. En je zult de rusteloosheid die uit onwetendheid voortkomt in elk leven kennen. Aan jou geef ik het boogschuttertalent om mildheid, onbegrensde wijsheid en oneindige overvloed te tonen, opdat je bereik als leraar groot genoeg is om elke donkere uithoek te verlichten, zodat uiteindelijk elk leven zijn goddelijke vervulling zal vinden. En weer pauzeerde Il Sacho even. Als afsluiting van deze negende ochtend wil ik nu met jullie de hart-oerbeeld-affirmatie van het zonneteken boogschutter
met zijn heerser Jupiter uitspreken. Zeg mij maar weer na. Als boogschutter die de leraar is, zet ik vanuit dankbaarheid mijn kennis en wijsheid in voor de positieve ontwikkeling van leven. Ook nu weer herhaalde de 12 Young Mystics de hartoorbeeldaffirmatie van Il Saggio en lieten deze wijsheid tot diep in hun eigen hart doordringen. Het kampement van deze negende dag lag in een hoger gelegen noordelijk deel van het eiland. Van hier was de zee moeilijk bereikbaar, omdat het ook wat minder heet was dan de vorige dagen, bleef het gezelschap na het middagmaal hangen in de hoofdtent, waar ze in gesprek raakte met Sophia. Sophia was een zachtaardige en bescheiden vrouw die weinig aandacht naar zich toetrok. De groep wist niet zoveel over haar, behalve dan dat ze heerlijk kon koken, dienstbaar was naar iedereen en soms in een diepe meditatie op de kale rotsen zat. Bessarta vroeg haar of ze wel eens buiten Italië had gereisd. De vrouw begon te stralen. Al als jong kind had ik het verlangen om in de natuur te zijn. En kon ik urenlang naar de nachtelijke hemel kijken, begon ze haar verhaal. Maar toen ik opgroeide en ging studeren, voelde ik dat ik steeds verder verwijderd raakte van de natuurlijkheid van het bestaan. En de mysterieën die daarin besloten lagen. Zo ontstond in mij als jonge vrouw een diep onvervuld verlangen in mijn hart, dat steeds groter leek te worden. Ik had het gevoel dat ik, door de verantwoordelijkheden van het aankomende volwassen leven, iets heel kostbaars aan het kwijtraken was. En dat maakte me steeds neerslachtiger. Toen op een ochtend viel mijn oog op een artikel over het shamanisme, een van de oudste religieuze en mystieke tradities van de mensheid. Ik ben daar toen meer over gaan lezen. En het werd mij duidelijk dat het shamanisme ons weer in verbinding kan brengen met de natuur. Zowel met de zichtbare, materiële, als de onzichtbare geestelijke dimensies daarvan. Het shamanisme is gericht op harmonie en gaat uit van een fundamentele verbondenheid tussen alles binnen de bezielde natuur, van uiterst klein tot immens groot. Verder las ik dat in de beginperiode van deze natuurreligie, duizenden jaren geleden, voornamelijk vrouwen de rol van sjamaan vervulden. Dit alles raakte een diepe snaar in mij. Het was mijn diepste verlangen om die bron van mijn innerlijke vrede en geluk weer terug te vinden. En met dit verlangen als drijfveer ben ik op zoek gegaan.
Sophia pauzeerde even om een slok van haar thee te nemen. En nu een antwoord op je vraag, zei Sophia, terwijl ze naar Besarta keek. Als jong volwassen vrouw heb ik een grote reis gemaakt naar Mongolië. Ik had een grote fascinatie gekregen voor het shamanisme en wilde graag een traditionele sjamaan ontmoeten, die mijn hart als de bron van mijn natuurlijke wijsheid weer kon openen. Want mijn naam is Sophia, wat geestelijke wijsheid betekent. En het woord sjamaan, dat uit het Mongools komt, staat voor hij of zij die weet. Sjamanen hebben geleerd om het contact te onderhouden tussen de aardse en de geestelijke wereld. Dus zo'n sjamaan zou mij de weg kunnen wijzen naar mijn innerlijke wijsheid, zo dacht ik. Ik had gehoord dat in Mongolië, vlakbij de grens met Siberië, de puurste en meest authentieke vorm van het shamanisme nog deel was van het traditionele dagelijkse leven. Dus daar wilde ik naartoe, zei Sophia. Tijdens het vertellen van haar verhaal kreeg Sophia stralende ogen en een kleur van opwinding op haar wangen. In dat afgelegen grensgebied lag de bakermat van het shamanisme, dat daar al duizenden jaren voor Christus bestond, ging ze verder. Het shamanisme verspreidde zich later ook naar China en andere Aziatische landen. En weer later is de naam shamanisme ook gekoppeld aan natuurreligies op andere plekken in de wereld. Dus ook aan de spirituele en mystieke praktijken van de Amerikaans-Indiaanse volkeren. Vanaf de komst van het Tibetaans boeddhisme naar Mongolië in de 16e eeuw werd het shamanisme onderdrukt. En vanaf 1917 werden de shamanen van Mongolië en Siberië ook door het communisme vervolgd. Maar al die eeuwen kon het in het afgelegen bergachtige grensgebied tussen Siberië en Mongolië ongestoord blijven bestaan. Pas in 1991, na de val van het communisme, werden religies en dus ook het shamanisme als natuurreligie in Mongolië weer toegelaten, besloot Sophia. In Ulaanbaatar, de hoofdstad van Mongolië, ging Sophia weer verder. Kwam ik in contact met de eigenaresse van mijn hostel. Ik vertelde haar over mijn plan. Dan moet je Purvé ontmoeten, zei de vrouw enthousiast. Purvé is een oude vrouwelijke sjamaan die tot de Tsatan behoort. Het Tsataanse volk is het enig overgebleven nomadische rendiervolk in de afgelegen westelijke hooglanden van Mongolië. Het winterverblijf van Purvé en haar familie ligt vlakbij de heilige berg Rensinghubo, niet ver van het dorp Tsakanur. Aan het Tsakaanmeer. Tsataan betekent zij die rendieren hebben. Dit rendiervolk
telt op dit moment nog maar 44 families en wordt beschouwd als een uitstervende gemeenschap. De Tsataan-bevolking leidt een heilig leven in harmonie met hun dieren en de ongerepte natuur. Het is hun overtuiging dat het hele bestaan met elkaar verbonden is en al het leven binnen het universum hetzelfde bewustzijn deelt. Hun afgelegen thuisland ligt meer dan 1000 kilometer ten westen van hier, nabij de grens met Siberië. In dat onherbergzame gebied is de leefwijze van het volk in duizenden jaren nagenoeg hetzelfde gebleven. Ook de spirituele traditie en de rol van de sjamaan is nog uiterst authentiek, zei de vrouw met een brede glimlach op haar gezicht. Ze zag dat haar enthousiasme aanstekelijk op mij werkte, zei Sophia. Ze stippelde niet alleen een route uit, maar regelde een heel team, inclusief kok, een gids en een taxichauffeur. 2 dagen daarna stapte ik in een roestige Russische minibus. 4 dagen reden we door het desolate, tundra-achtige landschap om het winterverblijf van Purvé te bereiken. Op de namiddag van de 4e dag wees mijn gids op een kampement in de verte, dat op de tundra tegen een groen naaldbos was gelegen. Toen we het naderden, zagen we dat de tenten niet leken op de Mongoolse jurt, maar meer weg hadden van een Indiaanse tipi, maar dan iets lager. Bij aankomst in het kampement werd ik heel warm verwelkomd door een oudere, wat fragiele vrouw met een nederige houding, maar met een zachte en wijze uitdrukking op haar gezicht. De gids zei dat dit Purvé was. Het kampement bestond uit 8 tenten waarin gezinnen van dezelfde familie leefden. Bij deze eerste ontmoeting gebeurde er iets heel bijzonders tussen ons, zei Sophia. Later bleek dat ook Purvé dat had gevoeld. Ons zielsverwantschap was onmiskenbaar. Want onze harten resoneerden op een hele bijzondere manier, harmonisch met elkaar. Kortom, van een reis van 4 weken, wat een reis van 4 weken had moeten worden, werd een verblijf van bijna 5 jaar in de tent van Purvé en haar man Kumbat. Purvé en ik voelden veel warmte naar elkaar en zochten elkaars gezelschap op. Ik voelde dat in haar aanwezigheid mij niets kon overkomen. Al in de eerste dagen zei ze tegen mij dat ze mij wel wilde aannemen als haar leerlingen. Mijn hart maakte een grote sprong van vreugde, want deze uitnodiging raakte dat diepe spirituele verlangen in mijn hart, waarover ik zojuist sprak, zei Sophia. Maar er kwamen direct allerlei praktische bezwaren in mij op. Hoewel ik nog een vrije, jonge vrouw was, had ik wel mijn verplichtingen op Sardinië. Niet alleen naar mijn ouders, maar ook naar de universiteit waar ik de studie godsdienstwetenschappen volgde. Maar diep in mijn hart voelde ik dat ik voorlopig hier moest zijn. Dus besloot ik om op haar uitnodiging in te gaan en het thuisfront daarvan op de hoogte te stellen. Waar mijn beslissing
niet direct werd begrepen. In de tijd die volgde, verzamelde ik brandhout en jaagde ik in de uitgestrekte naaldwouden, die daar taiga worden genoemd. Ook ontfermde ik me over de rendieren tijdens onze tochten over de afgelegen steppengebied van het Satanvolk. En soms deden we inkopen in het dorp Tsaganur aan het meer. We verhuisden met de 8 gezinnen wel 5 keer per jaar om de rendieren weer een nieuw graasgebied te geven. In de zomer waren we in de bergen en bij het aanbreken van de herfst verplaatsten we het kampement naar lager gelegen gebieden. De winter was het moeilijkste jaargetijde. Ook voor Purvé en haar familie, want dan kon de temperatuur dalen tot wel onder de 50 graden Celsius. Het was een zeer indringende, maar onvergetelijke aardse en hemelse ervaring om met hen een nomadenbestaan te leiden. Hun kijk op de natuurlijkheid van het leven fascineerde mij heel erg. En ik had een continu verlangen om hun mystieke traditie steeds dieper te leren kennen, besloot Sophia. Purvé werd mijn spirituele moeder, ging Sophia weer verder. Zij heeft mij gedurende die 5 jaar veel wijze lessen geleerd, mij uit heilige sjamaanse boeken voorgelezen en mij vertrouwd gemaakt met het Sataanse tradities. Maar haar grootste gift is geweest dat ze mij heeft ingewijd in het sjamanisme van de hooglanden in een verre uithoek van Mongolië. Ze maakte mij deelgenoot aan de ceremonieën, rituelen en meditaties die ze van haar vader had geleerd. Haar vader was een sjamaan die in de wijde omtrek bekend was en gedurende zijn leven gerespecteerd en aanbeden werd door het hele Tsataanse volk. Als Purvé door de leden van haar volk werd gevraagd om bij grote gelegenheden rituelen uit te voeren of ceremonieën te begeleiden, ging ik vaak met haar mee. Soms was dat in onze eigen kring, maar regelmatig ook bij Tsataans familie in verder gelegen kampementen. We verplaatsten ons dan op de rug van een taki, het wilde paard van Mongolië. Sophia schraapte haar keel. Eerst was ik tijdens de ceremonieën en rituelen slechts toeschouwer, ging ze verder. Maar later mocht ik Purvé ook assisteren en nog later gaf ze mij soms toestemming om haar rol als sjamaan over te nemen. Bij mijn afscheid gaf ze mij mijn sjamanennaam, Anja, wat zoiets betekent als God heeft me begunstigd. Ook overhandigde ze mij heel plechtig een oude koningsblauwe mantel met gekleurde strookjes textiel, belletjes en spiegeltjes. En ook nog laarzen van rendierleer. En een blauwe hoofdtooi met masker, veren en vreemde metalen bedeltjes. En met een soort gordijntje met kralenkettingjes om het gezicht af te dekken. Ze zei me dat dit de attributen van haar vader waren geweest. En dat ze deze al die tijd had bewaard voor deze gelegenheid.
die ze al jaren had voorzien. Al eerder kreeg ik van haar een bronzen shamanenspiegel, die door Pervé een tolly werd genoemd en door shamanen wordt gebruikt bij zuiveringsrituelen. Ook ontving ik eerder van haar een klein mondharpje. Dit is misschien wel het oudste muziekinstrumentje dat al 4000 jaar geleden door shamanen uit deze streek werd gebruikt. Het is mijn favoriete shamanenattribuutje. Het wordt wel door het Tsataanse volk komus genoemd. Het heeft geheime krachten die door de shamanen wordt gebruikt om contact te maken met de energiewezens in de geestelijke wereld, zei Sophia. Na een korte adempauze ging ze weer verder. En eenmaal weer terug op Sardinië kon ik lange tijd mijn draai niet vinden, maar uiteindelijk heb ik mij verzoend met mijn bestaan. In stilte beoefen ik het shamanisme in mijn meditaties en gebeden. En soms ook in rituelen en ceremonieën met vrienden die ervoor openstaan. Dan draag ik ook de mantel en de hoofdtooi van Pervé's vader en gebruik ik de andere attributen die ik van Pervé had gekregen. Maar mijn tijd is nog niet gekomen. Ik voel dat ik een geslepen diamant in mijn hart meedraag en dat deze ooit in de wereld zal schitteren als de tijd daar rijp voor is, besloot Sophia. De groep had ademloos naar het verhaal van Sophia geluisterd en voelde dat deze bescheiden vrouw veel respect verdiende. Rosmaher uit Iran vroeg haar of ze bereid was om de shamanistische traditie in een ceremonie met hen te delen. Wees gerust, zei ze, als de tijd er rijp voor is, zal ik dat zeker doen, beloofde ze de Young Mystics. Sophia wist dat de tijd daar spoedig rijp voor zou zijn. Na het indrukwekkende verhaal van Sophia realiseerde de groep zich dat het tijd was om weer onder het schaduwdoek samen te komen om verder te praten over de grondslagen van een universele mystiek. Morgen is het de 10e dag van het grote Boedelli zonneritueel. Daiko is dan de Young Mystic van de dag. Na de afsluiting van de teaching van vandaag werd hij even bij Il Saccio geroepen. Daar nam hij wat instructies in ontvangst voor de winterceremonie die vannacht rond 12 uur zou gaan plaatsvinden. Sophia had alles voor het avondeten klaargezet, maar had aan de groep gevraagd om het zelf af te maken, omdat zij nog voorbereidingen moest treffen voor de ceremonie van deze nacht. Direct na het avondmaal verplaatste de groep hun kampement weer 1 segment verder in oostelijke richting. Alessandro had de plek weer gemarkeerd, nu met de afbeelding van het zonneteken Steenbok. Daiko had zijn vrienden en vriendinnen gevraagd om zich vanavond om 11 uur in het centrum van het nieuwe kampement bij de hoofdtent te verzamelen. Ook had hij hen gevraagd om een oude tak, ongeveer ter grootte van een arm, en ook een steen ter grootte van een vuist te zoeken en deze vanavond mee te nemen.
verloren.